Mijn naam is Joost Daam en ik ben interventiecardioloog in het Erasmus Medisch Centrum. En ik heb vanmiddag de eer om eigenlijk voor het eerst hier op de DRESS Symposium te spreken. En een gesponsord symposium te mogen voorzitten. Een symposium gesponsord door Assist Medical. En wat we eigenlijk zouden willen in de komende 3 kwartier is jullie iets meer vertellen over het gebruik van imaging en fysiologie in jullie dagelijkse praktijk. Op een manier dat hopelijk tastbaar wordt en begrijpelijk. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Ik zal dat doen samen met Arnold Seto, imaging en fysiologie expert uit Long Beach, California. Die zo vriendelijk is geweest zijn presentatie alvast live op te nemen. Dus die zullen wij zo meteen uitzenden. En tussendoor laten zien en achteraf dan ook gelijk de mogelijkheid bieden om wat discussie te voeren met hem. Voordat we dat doen, zou ik graag willen starten met een algemeen kort overzicht over waarom imaging en fysiologie in de dagelijkse praktijk onze patiëntenzorg en ook uitkomsten verbeteren. Dit zijn mijn conflicts. Ja, dit is iets wat jullie eigenlijk allemaal denk ik wel herkennen. Dus je hebt een patiënt, in dit geval iemand met stabiele AP, eenvatslijden, en die heeft dan deze lezen in de rechter coronair. De meeste van ons zouden dat eigenlijk gelijk behandelen. Maar stel nu dat dit een 80-jarige patiënt is die eigenlijk weinig klachten heeft, een BMI die 35 is, OSAS, COPD. En de man doet eigenlijk niet zoveel meer. En dan doe je een FFR en die blijkt dan 83 te zijn. Besluit je dan dit vat niet te behandelen? Nou, dat is eigenlijk iets wat niet zo nieuw is, deze controverse in zien versus meten. Want als je kijkt naar de FAME-data van inmiddels 11 jaar geleden, wisten we al dat 65% van de lesies tussen de 50 en 70% FFR negatief is. En ook 20% van de lesies tussen de 71 en 90% die blijkt FFR negatief te zijn. En wat dan blijkt is wanneer je lesies als deze niet behandelt, wanneer ze in dit geval wat data van de deferred trial groter zijn dan 75, dat eigenlijk heel veilig kan. Dus patiënten ook op de langere termijn doen het niet beter met dan zonder PCI van dit soort stabiele lesies. Die impact van reclassificatie werd ook eigenlijk een paar weken geleden op de ESC Digital Conference nog eens mooi opnieuw aangestipt. Hier wat data van de Syntax 2-studie, waar in theorie eigenlijk alleen maar patiënten in zaten met drievatslijden. Dus wanneer je drievatslijden had en conform hartteam consensus aan de criteria voldeed, mocht je aan deze studie meedoen. Maar het interessante van het Syntax 2-protocol is dat PCI contemporary moest worden uitgevoerd, middels imaging en fysiologie. En als je dan fysiologie deed in deze patiënten, dan bleek dat uiteindelijk van al die mensen met drievatslijden maar 37% een drievats PCI onderging. Omdat een 1 op 3 lesies eigenlijk deferred werd. Ondanks dat men op basis van de angio dacht dat deze patiënt significante lesies en dus drievatslijden had. Ook op de langere termijn, als je dan kijkt naar de resultaten tot 5 jaar, doen die patiënten het eigenlijk met huidige hedendaagse technieken beter dan wanneer je dat vergelijkt met de Syntax 1-populatie waar al die fysiologie en imaging niet werd toegepast. Nou, fysiologie dan in postprocedure stadium, dat is ook iets wat de laatste jaren wat meer aandacht heeft gekregen. Vele van ons doen dat niet routinematig, maar toch zijn er wel wat argumenten om te zeggen dat je dat misschien toch laagdrempeliger zou moeten doen. Zo bijvoorbeeld deze rechter coronair met instant restenose proximaal, subtotale lesie distaal, die dan op conventionele manier wordt behandeld met ballondilataties, wat niet compliante ballonnen. Een langere stent om het hele segment toch opnieuw te coveren. Daar wordt nog uitgebreid gepostdilateerd met een 3,5 NC-ballon. En dat ziet er dan uiteindelijk angiografisch eigenlijk heel erg mooi uit. Nou, deze patiënt had het geluk in een van onze FFR-registraties en studies terecht te komen, waarbij we dan postprocedure FFR deden. En die blijkt dan 0,88 te zijn. Dan zeg je, nou, dat is eigenlijk niet zo slecht. Maar in dit geval, wanneer de FFR onder de 90 was, voerden we bij deze mensen additionele invasive imaging uit met IVIS. Wat je dan ziet is dat die stent er eigenlijk mooi in zit. Distaal ziet dat er goed uit, geen edge dissecties. Stent is goed geëxpandeerd, ook in het middensegment, prachtig resultaat. Maar proxima, bij de proximale edge, ondanks eigenlijk een heel goed angiografisch resultaat, een MLA van 3 en ernstige onderexpansie. Wat vervolgens dan geleid heeft tot additionele interventie. En het is juist die postprocedure optimalisatie die toch het resultaat van je procedure kan verbeteren. Waar let je dan op? 3 belangrijke dingen: onderexpansie, edge dissecties en geographic miss. Als je die 3 criteria routinematig beoordeelt, ben je echt in staat om uiteindelijk betere resultaten te krijgen. En daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Ook deze patiënt, additionele postdilatatie, uiteindelijk goed resultaat.
En ook hier een proximale stent edge die er nu een heel stuk beter bij zit. Dan, wat zijn nog meer redenen om te denken dat imaging echt je kwaliteit van zorg verbetert? En dat is het feit, we zagen dat net ook al in de live cases. Op angio alleen is het soms heel moeilijk om calcificaties in te schatten. En dat presenteerde Gary Means al 25 jaar geleden, waarbij hij zei, als je 3 of 4 kwadranten calcificaties ziet op IVUS, is de sensitiviteit om dat op angio te zien ongeveer 60%. Dus dat geeft aan dat angio simpelweg niet betrouwbaar is om te kijken naar hoe ernstig de kalk is. Ook dit vat als voorbeeld, angiografisch slechts heel mild verkalkt, maar op IVUS toch uitgebreide calcificatie, zeker tot 180 graden. Ook een laser met een MLA van 2,5 die je angiografisch niet direct herkend zou hebben. Dan wanneer je intravasculaire imaging doet bij een patiënt met een verkalkte lesie, geeft je dat heel veel informatie over de complexiteit van de kalk. Die we dan structureel beoordelen op basis van de lengte, de dikte en de hoek van de kalk. Houd daarbij in gedachte, die lengte langer dan 5 mm, dan wordt het echt relevant. Een arc groter dan 180 op OCT, 270 op IVUS is echt per definitie belangrijk. En vooral dit laatste is belangrijk, wat je rechtsboven ziet, de calcified nodules. Die zijn belangrijk omdat dat juist ook een heel belangrijke indicator kan zijn over wat voor type atherectomie of shockwave of niet-compliante ballon je het best gebruikt in dit soort casussen. Exacte details ga ik dan nu niet op in. En als je die IVUS gebruikt, blijkt ook dat je bij 1 op de 4 mensen toch additionele procedurele optimalisatie doet. Wat dan met name leidt tot een groei in je minimal stent area. Wat uiteindelijk de belangrijkste voorspeller is voor outcome. Je ziet hier ook op basis van deze Syntax 2 data dat wanneer de minimal stent area op het einde groot is, hè, dus in dit geval echt ruim groter dan 5, doet de patiënt het uiteindelijk beter. Dus accepteer niet een stent area van 3 tot 4, ook al geeft het systeem aan expansion is 80% in een mid-LED, want dit is simpelweg niet geassocieerd met goede uitkomsten. Maar wat ik wel wil meegeven is dat het gebruik van IVUS alleen je procedure echt niet verbetert. Het gaat erom dat je kijkt naar die 3 belangrijke items die ik zojuist heb laten zien, plus de calciumstratificatie op voorhand. Want op het moment dat je uiteindelijk niet aan de criteria van optimale stenting voldoet, helpt IVUS niet om je procedure te verbeteren. En dat zie je heel mooi in de Ultimate-studie, eigenlijk de eerste real-world IVUS-studie in China in dit geval. 1500 patiënten, all-comers, waarbij angio-guided PCI duidelijk inferior was ten opzichte van IVUS-guided PCI. Maar als je kijkt in die IVUS-guided PCI-arm, dan zie je hier op de rechterkant, patiënten die aan de criteria van optimale stenting voldeden, MNC groter dan 5, geen lange edge secties en plak burden op de edges kleiner dan 50%, zie je een event rate van 1,6%. Terwijl de mensen die dat niet hadden, 4,4%, wat zeker eerder in de buurt komt van de angio-guided PCI dan de IVUS-guided PCI-resultaten. Nou, dan als laatste, ja, we weten, IVUS verbetert uitkomsten. Er zijn nu een heel serie aan studies, retrospectief en prospectief, die dat laten zien. Je meest rates gaan ongeveer met 26% naar beneden. En dat haal je zowel door een reductie van dood, MI en nieuwe revascularisatie. Ook in meta-analyses die enkel naar gerandomiseerde data krijgen, zie je dat terug. 36% reductie in mees en ook ongeveer in die orde van grote reducties in revascularisatiegetallen. Dat is ook durable, dat is wat meer recente data die laat zien dat die data op 1 jaar gelden, maar ook op de lange termijn eigenlijk compleet valide blijven. Voor OCT gelijkaardige data, ook met significante reducties in dood, MI en nieuwe revascularisaties. Dan zeg je, nou goed, ben ik dan nog steeds niet overtuigd, hè? Want vandaag de dag wordt IVUS nog steeds maar in zeer beperkte mate gebruikt. Er is een heel aantal studies onderweg. Optimal, studie die nog eens kijkt naar IVUS versus angio-guided PCI in left main ziekte. 800 patiënten, ICRI-studie geleid door Adrian Benning. Chip IVUS, ook een ICRI-project geleid, ook door mensen uit Erasmus, onder andere Roberto, Nicolas en mijzelf, waarbij we 2000 patiënten randomiseren naar IVUS versus angiografie-guided PCI in patiënten met chip-lesies. Improve, een gelijkaardige studie in samenwerking met Philips Volcano, geleid door Washington MedStar, ook 2 jaar follow-up, 3000 patiënten onderweg. iSTEMI, IVUS en STEMI patiënten, 2500 patiënten, ook onderweg vanuit Denemarken. Illumin 4, allemaal denk ik bij iedereen bekend. Veel van jullie hebben ook aan deze studie meegedaan. Waarvan de uitkomsten ook onderweg zijn als het gaat over OCT-guided PCI.
En datzelfde wordt ook gekeken in de oktoberstudie, waar specifiek gekeken wordt naar patiënten met bifurcatielesies. Daar wilde ik het bij houden voor nu en concluderen dat als je werkt puur op basis van angiografie, wees er je van bewust dat angio-guided PCI simpelweg inferieur is als het gaat naar inschatten van lesie, ernst en ook stentresultaten. Als je imaging en fysiologie gebruikt, verbeter je je uitkomsten. Je had grotere minimal stent areas. En belangrijk is denk ik ook om te weten dat er nog een heel aantal studies onderweg zijn die hopelijk ook de indicatie voor imaging en fysiologie in het bijzonder in de guidelines nog verder zullen versterken.